Goedemorgen kijkers, welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal van Preston Innovation. Vandaag ben ik een dagje op pad. Ik ga vandaag vissen met de pelletwekkeler. In deze video wil ik jullie graag uitleggen hoe het in zijn werk gaat om met een pelletwekkeler te vissen. Het is een hele simpele visserij, een van mijn favoriete visserijen. Graag geef ik jullie wat tips en tricks, zodat het voor jullie ook aantrekkelijk wordt om deze visserij te gaan doen. Ik ben vandaag in Zwarte Meer op sportlandgoed. Zwarte Meer is een plaatsje dat ligt net boven Emmen, tegen de Duitse grens. Heel mooi natuurlijk complex met een mooie variatie aan karpers. Groot, klein, van alles en nog wat. In deze video neem ik jullie mee stap voor stap met de visserij, hoe ik die hier aanpak. Nou, waar ik nou rekening mee hou op zo'n dag, als ik met de pelletwekkeler ga vissen, zijn ook wel de weersomstandigheden. Heb je nou een windkracht 5, 6, dan maakt het vissen met de pelletwekkeler al een stuk moeilijker. Ik begin eigenlijk nooit zo ver, altijd op een meter of 20, hooguit 25. Want naarmate je sessie vordert, kan het ook wezen dat de vis achter je voerstek gaat liggen. En dan wil je altijd nog een klein stukje over hebben, dat je ook een stukje verder kan vissen. Daarnaast het opbouwen van zo'n stek, als je 's ochtends komt, het kan best wezen dat de vissen op de grond liggen of nog niet boven in de water lagen, dan wil je die vissen daarheen lokken. En dat doe je door regelmatig pellets te schieten. Ik gebruik daarvoor 8 mm pellets. Ja, die schiet ik erheen met een katapult. Het hoeft niet veel. Het is elke keer maar 3, 4, 5 pelletjes per keer. Maar wel regelmatig, zodat je regelmatig een spoor krijgt van pelletjes die door de waterlagen heen gaan. Ik ben dan nu ook begonnen. Ik denk dat ik nu een 5 minuten aan het schieten ben. En elke keer schiet ik gewoon een handje vol, 3, 4, 5 8 mm pellets om zo de stek op te bouwen. En dan ga ik straks eens even kijken. Nou, we hebben nu een kwartiertje gevoerd. We gaan nu beginnen met vissen. Er zijn zichtbaar wel wat vissen op de stek aanwezig. Ik zie er af en toe wel een paar draaien. Ik schiet een paar pelletjes. Dan pak ik mijn wekkeler en die gooi ik er gelijk bovenop. Zodat hij mooi meezinkt met de pelletjes die ik er net in schiet. En dan is te hopen dat... kijk. Hoppakee. Oei, oei, oei. Mooie aanbeet. Duidelijk voorbeeld. Je pelletjes schiet je erin. Die vissen vertrouwen dat. Je gooit je pellet eroverheen. En gelijk raak. Ik begin normaal gesproken altijd met een onderlijn van een meter. En dan naarmate de sessie vordert, ik ga ook kijken wat gebeurt er met de pelletwekkeler. Krijg ik indicaties, als ik beter krijg of het lijken beter dat mijn dobber ondergaat en ik sla elke keer mis. Dan ga ik toch ondieper vissen, want dan houdt het toch in dat het meer lijnzwemmers zijn als dat het vissen zijn die aasen. Begin van het seizoen, het seizoen voor het pelletwekkeler vissen begint eigenlijk al in april. En dat kun je eigenlijk wel doen tot de maand september. Meestal in de eerste 2 maanden is de vis nog niet veel gevangen op die manier. Zodra je pelletwekkeler ingooit en je pellet die raakt het water met afzinken, zuigt die vis het op en krijg je eigenlijk al gelijk die aanbeet op de hengel door dat die er vandoor gaat. Hoef je ook niet te slaan, maar naarmate de maanden vorderen, we zijn nu al in juli, dus de vissen die hebben al wat te verduren gehad. Dan kan het ook zo wezen dat je hele voorzichtige aanbeten krijgt, dat je pelletwekkeler ondergaat. Dan moet je toch altijd zelf de haak zetten. En 9 van de 10 keer haak je de vis en kun je hem dan uiteindelijk vangen. Dat is wel belangrijk om daarin mee te nemen. De keuze voor de lengte van je onderlijn. Hoe ga je nou beginnen? Hoe zwaar? Het is vandaag een rustige dag, dus ik begin nu met een 5 grams wekkeler. Dat kan ik prima gooien.
Daarin is ook de keuze van je hoofdlijn, hengel, molen ook wel belangrijk. Maar daar ga ik je zo meer over vertellen in deze video. Ik ga nu nog even door met de stekker bouwen en ik kom zo weer bij jullie terug. Ja, wat heb je nou nodig als je met de pallet werkelijk wil gaan vissen? Allereerst natuurlijk een hengel. Hengels zijn er in diverse lengtes, diverse prijzen. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Een pallet werkelijk kun je al kopen vanaf 50, 60 euro. Waar moet je nou op letten bij deze visserij? Ja, mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar een 11 voet, een 3,30 meter pallet werkelijk. Om toch ook een klein beetje afstand te halen. Hiermee kun je kleine pallet werkelijks gooien. 2, 3, 4, 5, 6 gram, maar ook pelletwerkles van 10 gram. Dus een allround hengel. Daarnaast heb je ook een molen nodig. Heel veel mensen, omdat je toch de hele dag de hengel in de hand hebt, kiezen voor een kleine molen, dat is dan niet zo zwaar. Het enige nadeel van een kleine molen, een 1000, een 2500, is dat elke keer als je ingooit, moet je ook weer binnenhalen. En omdat je heel actief aan het vissen bent, moet je heel veel slagen maken voordat je lijn weer terug is en je kunt weer opnieuw gooien. Dus mijn voorkeur gaat eigenlijk altijd uit naar een 4000 of een 5000 model. Het mooiste is 4000. 5000 wordt natuurlijk wat zwaarder. Daarnaast is de lijn ook heel belangrijk. Wat gebruik ik nou aan hoofdlijn? Ik gebruik op dit moment de Floatmax en dan een 20/100ste. De lijn moet niet te dik zijn, want wanneer je met een dikkere lijn vist, krijg je veel meer frictie in je ogen en kun je veel minder ver gooien met je wekkler. Ik heb ook altijd een hengel klaar liggen met kleinere wekkers voor als de vis heel schuw is. Dan pak ik een 2 of een 3 gram. Maar ja, dan is een 20/100ste ook alweer iets te dik. Dan pak ik zelf een 18/100ste. Dus ik heb altijd twee hengels klaar liggen, zodat ik een beetje kan wisselen. Qua pallet wekkelen, zeg maar. Of ik nou een zwaardere pak of een lichtere. Ik kan altijd wel 20, 25 meter gooien zonder problemen. Ook belangrijk is dat de lijn drijft. Dan heb je veel sneller contact met je dobber dan wanneer je een zinkende lijn gebruikt. De montage, heel simpel. Als eerst de pelletwekkler. Die heb ik tussen drie stuitjes zitten met een wekkelerlink. Daarnaast maak ik een lus-in-lus verbinding. En aan die lus heb ik een kant-en-klare onderlijn van 38 centimeter. En daar varieer ik een beetje in. Wanneer ik met een 6 mm pellet vis, gebruik ik een haak 14. Vandaag vis ik met een 8 mm pellet, gebruik ik een maat 12. Ja, even terugkomend hierop. Ik gebruik hier een kant-en-klaar systeem, de Stots Pallet Wekkler Kit. Dat is een heel handig kitje, dat zit in een klein pakje. Dat schuif je als het ware op de lijn, eerst één stuitje, dan krijg je de wekkelerlink. Nog een stuitje om te zorgen dat de wekkeler nooit naar beneden schuift. Dus twee stuitjes. Nou, daarna maak ik een lusje in de hoofdlijn. Daar komt de onderlijn weer aan vast. Nou, die komt kant-en-klaar uit het pakje. Veel simpeler als dit. Kan dat eigenlijk niet. Nog een essentieel onderdeel in het vissen met de pelletwekkler is een katapult. Want je moet natuurlijk regelmatig pellets op je plek schieten. Nou, wat doe ik zelf? Ik leg eigenlijk de katapult op mijn linker bovenbeen. Zodra ik aan het vissen ben, ik gooi in. Ik hou de hengel met één hand vast. Ik pak met de andere hand mijn pelletjes. Die laat ik erin vallen.
En uiteindelijk schiet ik ze naar de horizon. Ik pak ook altijd een richtpunt aan de overkant. Vandaag is dat een boom aan de overkant. Ook belangrijk hoe je katapult vastpakt. Ik zie mensen ook wel eens het cupje vastpakken en schieten. En dan krijgen ze tegen de vingers aan. Er zit niet voor niks een handig touwtje aan. Het is heel simpel. Gewoon naar achter halen en loslaten. Een kind kan de was doen. Het is super simpel. Ook belangrijk is dat je de juiste katapult kiest. Er zijn vaak verschillende katapults verkrijgbaar. Dit is een nieuwe katapult van ons. De medium heavy katapult. Ja, daar kun je gewoon met gemak 30 meter mee schieten zonder probleem. Je hebt ook een lichtere variant. Dat is ideaal voor als je met een vaste stok vist op een meter of 13, een keer tot 15 meter. Maar met deze katapult kun je super accuraat en netjes je pellets bij je pelletwekker krijgen. Qua aas, heel simpel. 8 mm pellets is de sleutel tot succes. Je kunt verschieten, maakt veel geluid op het water en karpers zijn er dol op. Ik gebruik over het algemeen de FinPerfect Feed pellets. Waarom? Dit zijn hele lichte pellets, zijn ook vrij licht van kleur en die hebben het langste zweefmoment. Ga je nou een halibut pellet pakken of een krill pellet of bloedworm, dat zijn toch over het algemeen, er zitten meer vismeel in, zwaardere pellets, dus die gaan sneller naar beneden. Nou, vandaag ben ik regelmatig aan het schieten met deze pellets. Dan zul je denken, als je van een afstandje kijkt, oh, die man die schiet er heel veel pellets in, ik denk dat hij er wel 10 kilo in heeft geschoten. Nou, deze zakje zit 650 gram in. Ik ben nu 1,5-2 uur aan het vissen. Ik heb er 400 gram ingeschoten en ik denk dat ik al een vis of 20 heb gevangen. Dus zoveel pellets heb je niet nodig voor deze visserij. Maar zorg altijd dat je wat extra bij je hebt als je een hele dag wil vissen. En het gaat zo hard als vandaag. Als ik nog een paar uurtjes door wil, ja, dan heb ik toch wel een 2-3 zakjes zeker nodig. Maar het plezier is er niet minder om. De afstand is ook erg belangrijk. Ik gaf vanmorgen al aan, begin niet te ver. Vanmorgen was het windstil. Nou, zoals je nou ziet, komt er wel aardig wat wind bij. Als je gelijk maximaal gaat vissen op 25, 30 meter en er komt behoorlijk wat wind bij, ja, dan wordt het steeds moeilijker om accuraat de pellets te schieten op je plek, te werpen op je plek. Nou, ik ben vandaag begonnen op 20, 22 meter. Nou, dat kan ik nou nog prima gooien. Eén dingetje heb ik veranderd. Ik ben overgegaan van een 5 grams wekkelen naar een 6 gram, iets zwaarder. En een iets steviger formaat. Dan kan ik nog accuraat gooien door de wind. En mijn wekkelen blijft ook mooi in het water staan. Dus kan ik mijn aas ook beter aanbieden. Wat heel belangrijk is, wat ik al eerder aangaf in deze video, is dat je je pelletwekkeler, zodra je hem ingooit, en hem afremt. Waarom? De wekkelen komt als het ware zo het water in. En wanneer je hem afremt, vliegt de onderlijn eroverheen. Die strekt zich en die zal dan heel langzaam afzinken. En op dit moment ja, ga je die aan beter krijgen. Daarom tel ik ook tot 20 seconden. Dan hangt hij als het ware stil onder de wekkeler. En is eigenlijk het hele val-effect is weg. Tuurlijk kun je een keer een aanbeet krijgen van een vis. Maar ja, dan wordt het zelf haken al een stuk moeilijker. Omdat wanneer die valt, staat de spanning op de lijn en gaat het veel makkelijker. Nou, dat is ook dus de reden waarom ik na 20 seconden de hengel weer binnendraai. Wat ik ook wel veel vissers zie doen, en tuurlijk, je zult een keer een vis op die manier gevangen hebben, is dat mensen hem laten liggen, hij is gestrekt, en dan 1 of 2 slagen binnenhalen.
Heel veel mensen denken dan dat die onderlijn weer helemaal naar boven komt. Maar dat is echt niet het geval. Die onderlijn, met twee slagen blijft de onderlijn vrij diep en gebeurt er eigenlijk niks meer. Dus wanneer je echt 5-6 slagen snel binnendraait, dan kun je de pellet naar de oppervlakte krijgen. Maar dan ben je alweer aardig wat meters van je plek verwijderd. Dus daarom het advies van mij, gooi regelmatig in. Ik doe het zelf om de 20 seconden, opnieuw voeren. Ja, regelmatig, dat is belangrijk. En door dat te herhalen, zul je zien dat je veel succes gaat boeken. Nou, een van de laatste worpen. Gewoon wat minder vis bovenin, wat minder actief. Maar toch nog een hele mooie aanbeet en het voelt echt als een serieuze vis. Het zou maar zo eens de grootste vis van de dag kunnen zijn. En dat is wel een hele mooie om mee af te sluiten. Oh, wat een kracht. Nee, we gaan niet weer naar het midden. Kom, kom. Geen oude aan. Nou, dan een mooie bak van een kilo of 6-7. Niet normaal. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Maar klein, groot, alles zwemt bovenin. Godverdomme, een apparaat. Oh. Wat een ding. Wat een kalf. Wat een kalf. Oh. Wat een kalf. Prachtige mooie vis. Een en al spier. Vechte mooie vis. Maar sowieso tot nu toe de grootste van de dag. Prachtige vis. Ik ga hem weer vrij laten. Dik, jongens. Zo, we zijn aangekomen bij het einde van de dag. We hebben een fantastische dag beleefd. Veel vis gevangen. Zonnig weer gehad, bewolkt weer gehad. Wind, windstil. Eigenlijk alle facetten in het weer hebben we wel gezien. Mooi veel vis gevangen. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de uitleg die ik heb gegeven over het pelletwekkervissen. Mocht je nou vragen hebben, reageer dan eventjes onder deze video in de comments. Dan zal ik daar ook duidelijk antwoord op geven als het nog niet helemaal duidelijk is. Ben jij nou nieuwsgierig naar een van deze nieuwe Supera X pelletwekkers of naar de goedkopere range die Preston heeft? Kijk dan eens bij ons op de website. Of informeer eens bij jullie lokale winkelier. Die hebben ongetwijfeld wat van deze hengel staan. En graag bedank ik jullie voor het kijken en tot de volgende keer.